In deze uitlegvideo komt het taggen van hele foto's aan bod en ook het taggen van onderwerpen op foto's. De rest wijst dan voor zich. De inhoud van deze video gecombineerd met meer informatie is te vinden in de instructies in tekst. Waar die staan, komt zo meteen voorbij. Je moet een account aanmaken om te kunnen meedoen. Op de homepage kies je onder Taggen aan welke collectie je wilt werken. Dan kom je op de taggenpagina, waarop aan de linkerkant verschillende badges van foto's te zien zijn. Als je naar beneden scrolt, kom je bij de commentarensectie waar je vragen kunt stellen aan andere vrijwilligers of aan het museum. Over bijvoorbeeld hoe dingen werken op dit platform. Tag een vraag voor het museum met apenstaartje museum. Overigens bereik je het museum ook via contact in de zwarte balk onderaan. Terug naar de badges. Hier kies je wat je gaat doen: onderwerpen kaderen, foto's omschrijven of, in een later stadium, de tags van het algoritme controleren. We beginnen in deze video met het taggen van hele foto's. Jij kunt starten met de badge die je wilt. Als je start, verschijnt de uitleg in tekst. Die klik je weg na lezen en via de i kun je het weer nakijken. Aan de linkerkant van de pagina staat de foto waar het om gaat en aan de rechterkant de lijst met mogelijke tags. De vraag is, welke tags zijn van toepassing op deze foto? Daaronder de zoekbalk om te zoeken naar een tag. Daar weer onder staat het maximaal aantal tags dat je kunt kiezen. Dit aantal kan variëren, dus let daarop. Overigens betekent het niet dat je twee tags moet kiezen. Kies de tags die jij het beste vindt passen. Als je twee tags hebt die goed van toepassing zijn, kies je er twee en anders maar één. Bij de foto zoek je in de lijst met tags naar de tag die het beste past. Als je wilt weten wat we met platteland bedoelen bijvoorbeeld, kun je je muis op de i achter de tag zetten en dan verschijnt de definitie. Ik denk dat deze foto een landschap is, maar geen natuurlandschap lijkt me. Dus dit is platteland. Aan de rechterkant van de tag zie je een pijltje dat laat zien dat er een onderverdeling is in plantage en rijstveld. Ik weet niet of dit een plantage is of een rijstveld, dus ik kies de tag Platteland. Ik zou ook nog een tweede tag kunnen selecteren. Dan kun je verder kiezen, zodat de tag bij de foto wordt opgeslagen. Daarna kun je niet meer terug. Ik doe dat nog niet omdat ik meer wil vertellen. Als je geen idee hebt welke tag te kiezen, klik dan Overslaan. Geef dan aan waarom je de foto overslaat, zodat wij de technisch onbruikbare foto's eruit kunnen filteren. Bovenaan staat een uitroepteken waar je expliciete foto's met bijvoorbeeld te veel geweld of te veel bloot kunt melden. Hier kun je ook een opmerking toevoegen als je specifieke informatie bij de foto hebt, bijvoorbeeld waar het is, wie het is. Of om welke organisatie het gaat. Als laatste, rechtsboven staat de stopknop. Je kunt doorgaan totdat de foto's op zijn of je kunt de stopknop gebruiken. Maar sla wel eerst jouw tags en informatie bij de foto op door verder te klikken. Dan verschijnt er een nieuwe foto, maar dan kies je stoppen. Voor het taggen van onderwerpen op foto's. Klik je op de Startknop op de taggenpagina op de betreffende badge. De instructies verschijnen dan weer en die kun je na lezen wegklikken. Aan de linkerkant staat de foto en aan de rechterkant de tags, met daarboven de vraag: Kies per onderwerp een kader en selecteer de plek op de foto. De tags zijn kinderen en karren en die staan beide op de foto. Mocht nou een van beide of beide niet op de foto staan, dan kies je niet gevonden. Ik vind het onderwerp wat klein op de foto, dus ik zoom iets in en zet de foto goed. Ik start met het omkaderen van kinderen. Ik selecteer de tag kinderen en ik sleep een rechthoek om het kind op de foto met mijn muis en de linkermuisknop. Als er nu nog een kind op de foto zou staan, sleep je een tweede kader om het kind. Je dient kinderen of onderwerpen in het algemeen. Per stuk te kaderen en niet als groep. Het geeft niet als kaders overlappen. Overigens denk ik dat de tweede persoon geen kind is, dus die rechthoek gooi ik weg met de prullenbak. Vervolgens selecteer ik de tag Karren. Nu kies ik in plaats van een rechthoek een polygoon. Aan de kar zit namelijk een deel dat uitsteekt. Dan is een polygoon beter dan een rechthoek. Je klikt met de muis, die je dan verder zet. En dan weer klikt, zodat je elk hoekpunt aangeeft op de foto. Maak hem aan het einde wel dicht. Als je de polygoon of rechthoek wilt aanpassen, selecteer je hem en kun je hem verslepen of hoekpunten verzetten. Met het oogje kun je kaders onzichtbaar maken of weer laten zien. Als je klaar bent met de foto, kies je Verder. Wil je deze instructie met extra informatie nalezen? Kies dan de i bovenaan de pagina. Veel plezier met Tag the Picture!